De First Lady van Suriname, Melissa Santokyi-Sinaceri, vertoeft momenteel in New York op uitnodiging van diverse organisaties. Als voorbereiding op het High Level Side Event dat georganiseerd wordt, heeft het Spouses of CARICOM Leaders Action Network bestuur, waar de First Lady onder voorzitter van is, een hybride bijeenkomst gehad. Op dinsdag 19 september werd het Side Event gehouden met als thema Building Climate Resilient Health Systems to Achieve Universal Health Coverage. Als onderdeel van de jarenlange defensiesamenwerking heeft het Nationaal Leger militair materiaal ter waarde van 1 miljoen euro ontvangen van Frankrijk. De formele overdracht vond op 15 september plaats tijdens een bezoek van de Franse brigadier-generaal Marc Lebeau aan de legerleiding. De donatie bestaat grotendeels uit FAMAS-geweren en munitie en is bedoeld om het equipment van het Nationaal Leger te moderniseren. De donatie gaat gepaard met diverse trainingen voor Surinaams militair personeel. Jode Savannah moet een toeristische en educatieve site worden. Dit zei minister Henry Ory van Onderwijs nadat Jode Savannah afgelopen dinsdag internationale erkenning kreeg met de plaatsing ervan op de werelderfgoedlijst. Volgens de minister moet alles aangedaan worden om de site tot een attractief trekpleister te maken, waar onder andere educatieve uitjes georganiseerd kunnen worden. Het directoraat Cultuur zal samen met Stichting Joden Savannah en het ministerie van TCT hieraan werken. Het werk is al voorbereid en zal uitgevoerd worden met een commercieel en onderhoudsplan, aldus de bewindsman.